starten op 2 juni met een mediacampagne. Die campagne bestaat uit 2 bewustmakingsfilmpjes, dus 2 tv-spots eigenlijk, die allebei gemaakt zijn vanuit hetzelfde concept. Eigenlijk het tonen van een fataal ongeval op het spoor. Les gens ne se réalisent pas, mais c'est wow. C'est pas ce que je m'y attendais, mais c'est vraiment wow. Il faut choquer pour ce genre de choses. C'est choquant parce que c'est la réalité. De campagne komt er omdat men jaar na jaar vaststelt dat het aantal spoorlopers blijft stijgen, met soms een dodelijke afloop tot gevolg. C'est un phénomène d'ampleur nationale, donc on recense environ 1000 cas par an. Et donc là, je veux dire, ce n'est que la face émergée de l'iceberg, puisqu'on sait très bien qu'il y en a beaucoup plus qui se passe dans la réalité. Et alors, c'est aussi catastrophique en termes de victimes. On a une moyenne de 9 morts par an, et donc les chiffres de l'an passé en attestent encore, donc 9 morts et 4 blessés graves. Maar ook naar de stiptijd toe vormen spoorlopers een groot probleem. Als klein voorbeeld, op 27 mei, om 7:50 hebben we hier een voorval gehad van een man die te voet wandelde van Brussel-Zuid naar de Kapellekerk. Op politiebevel hebben we het verkeer moeten stilleggen van 7:50 tot 8:00. En de gevolgen waren tragische, 1600 minuten vertraging en een aantal afgeschafte treinen. Dus die impact is wel zeer imminent. En dus wil Infrabel daar iets aan doen. Naast de zachte maatregelen zoals de campagnes en flyeracties bestaan er ook technische maatregelen. Pour l'instant, on a déjà rehaussé 250 quais de gare. On a aussi d'autres mesures qui consistent à installer des panneaux d'interdiction de traverser les voies, donc sur le rebord inférieur des quais. D'autres mesures aussi qui consistent en la pose de clôtures, essentiellement en pleine voie, mais aussi au niveau des parkings, des gares et des pagnes. Et enfin, il y a une dernière mesure qui consiste à l'installation donc de gommes et de plots en caoutchouc, comme on a installé à Wavre. On a déjà quelques résultats intermédiaires pour l'instant qui sont très très intéressants et le système semble fonctionner. Ook personeelsleden dragen een verantwoordelijkheid, zowel tijdens de diensturen als daarbuiten. Voor de Infrabel-medewerker geldt denk ik de voorbeeldfunctie. Hij of zij zal niet over het spoor lopen om ergens de afstand te verkorten naar de wagen of naar huis toe. Hij of zij zal gebruik maken van de spoorwegovergangen, van de onderdoorgangen, van de spooroverwegen. Hij moet inderdaad een voorbeeldfunctie vervullen naar de algemene sociale context toe.